U luistert naar Koinonia Bijbelstudie. Geheel gewijd aan het verklaren en begrijpen van Gods woord. Mijn naam is Henneke en hier is uw leraar Robert Veen. Welkom allemaal, we zijn er weer, terug van weg geweest. Terug van weg geweest en dat heeft best even lang geduurd, maar zeker, we hebben zeker. Weer een beetje hersteld. Ja. En we zijn er dus weer tegenaan gegaan vandaag. Nou, en het wordt een volle uitzending, dus bereid u maar voor. En het is vrijdag de 28e, we maken hem nou eens een keertje wel op de dag dat we hem ook publiceren. Ja. En nou ja, we hebben veel te melden. Ja, en we hebben er weer zin in. We gaan weer volop, zou ik zeggen. We gaan weer volop. Ik hoop dat u er ook weer zin in hebt. En dat u luisteren wilt naar deze uitzending. En, nou, we zullen zien hoe het allemaal afloopt. We gaan gauw beginnen. Het woord ketterij, Robert, dat komen we toch wel vaak tegen in de Bijbel? Vaak? In welke stukken? Nee, in de Bijbel niet. Helemaal niet in de Bijbel? Nee, in de Bijbel komt het helemaal niet voor. Het is typisch woord. Oh nee, woord. Ja. Ja, natuurlijk. Een menselijk verzonnen woord wat dan bepaalde dingen moet betekenen. Nou ja, dat heeft ongetwijfeld een talige achtergrond. Maar maak je vraag maar even af. Ja. Nou, het woord ketterij, wat betekent dat nu echt? Hij vindt het toch vaak een negatief woord. Ja, natuurlijk. Dus ketterij. Nou, het heeft een negatieve bijklank, omdat de kerk in het Westen op een goed moment iedereen is gaan vervolgen die in haar ogen een afwijkende leer of christelijke praktijk erop nahield. En vervolging hield dus in dat iemand die afweek aan de burgerlijke overheid werd overgelaten. Hè, nadat ze eerst 7 door een paar jezuïeten gemarteld waren. En dan verbrand werd. Hè. We kenden natuurlijk de strijd met protestanten. Dat waren ketters. Hè, dus de eerste ketter zo in de buurt van 1520 wordt in Antwerpen verbrand. 1525 in Brussel. Dat zijn vreselijke dingen geweest. Je had de zogenaamde auto da fé. Hè, dus door geloof alleen. We heten dat heel vreemd, hè, in het Spaans. En dat waren dus ja, mensen die vanwege hun afwijkende theologie, afwijkende christelijke opvatting werden vervolgd. Nou, dat heeft natuurlijk die negatieve klank opgelopen. Maar in het Engels en in nog een paar andere talen, moet ik even nadenken. In ieder geval in het Engels kennen we het woord heretic. En een heretic, dat is een woord. Dat komt uit het Grieks van het Nieuwe Testament. Namelijk het woord hieresis. En hieresis is eigenlijk een keurig woord van Paulus in de eerste Korinthebrief. Die het daar uitgebreid heeft over de partijvormingen in de gemeente van Korinthe. Scheuringen betekent dat dan. Dus een hieresis is een scheuring. En dan zegt Paulus, ik vermaan u broeders door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u allen hetzelfde spreekt. En dat er onder u geen scheuringen zijn. En scheuringen houdt dus in, volgens Paulus' definitie, dat je iets anders spreekt. Anders denk ik. Ja, nou ja, het gaat over dat denken gaat het dus niet. Het gaat over het spreken. Hè? Ja, ja. Want je kunt zeggen, het geweten is vrij, en dat kun je niet benaderen, je kunt iemands denken niet onderzoeken. Het maar het gaat om de uiting daarvan. Ja, ja.
Dus een scheuring, dat is een groep mensen die nadrukkelijk op bepaalde thema's van het evangelie iets anders zegt. En handelen ook? Dat kan ook handelen zijn, maar er zit altijd een theorie achter. Hè? Als je anders gaat handelen, heb je een andere theologie. Ja. Maar dat u vast aaneengesloten bent, één van denken en één van bedoeling. Dus er hoort samenhorigheid te zijn in onze intenties en in onze opvattingen. Maar het gaat alleen maar om de hoofdzaken van het evangelie. En dan maakt hij vervolgens duidelijk hoe die scheuringen dan werken. En die werken zo dat die groepen die dan ontstaan, die hebben allemaal een lievelingsleraar. Een bepaalde uitleg van het evangelie zien ze als de beste of als de enige. Vers 11, want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloe, dat er twisten onder u zijn. Dat is het andere woord. Dat zijn van het woord erist, twist betekent. Erist, geloof ik, is dat nog meervoud. Ik bedoel dit. En dan gaat hij precies aangeven waarin dan die scheuringen, die partijvorming bestaat. Dan zegt hij, ieder van u zegt, dus elk van deze mensen in de hele gemeente van Korinthe, die hebben een benaming, een betiteling voor zichzelf. En dan zeggen ze, ik ben van Paulus. Ah ja. Ik ben helemaal en uitsluitend de leer van Paulus toegedaan. En wat andere leraren ook maar zeggen of bijdragen, dat interesseert me niet. Dat moet wel fout zijn. Dat is in feite hun positie. Hmm. En het is interessant dat hij dat zo zegt, want dat houdt dus in dat Paulus ook zijn eigen evangelie uitlegt, niet als de enige zag. Ja, maar dat er ook anderen waren die hem konden bijdragen. Hmm. Ik zeg dan altijd, ik ben van Christus. Ja, maar let op. Nou komt de grap. Okay. Ik ben van Paulus, zegt de een. Een ander zegt, ik ben van Apollos. Apollos, dat is die leerling van Johannes de Doper. Die na de dood van Johannes de Doper doorgegaan is met de verkondiging van het koninkrijk. Ja. En die pas veel later, ik geloof dat hij in Athene toen was, of in Korinthe. In ieder geval, Apollos is dus later de weg nauwkeuriger uitgelegd, hè. Later heeft hij pas begrepen dat Christus gekomen was, gekruisigd was enzovoort. Maar Apollos is dus ook een leraar in de gemeente. En zelfs een hele welsprekende leraar. Grieks, hè? Want met name de Apollo is Grieks. Ja hoor, nee, dat is echt iemand die Apollos misschien als bijnaam heeft gehad. Apollo was ook de god van de welsprekendheid. Oh. Dus misschien dat hij die bijnaam had gekregen omdat hij in de Griekse redenvoeringskunst was ingewijd. Maar Apollos had dus een hele tijd lang een heel ander evangelie. Het evangelie van, je moet je zaken op orde krijgen, je moet goed gaan leven, want het koninkrijk komt eraan. En Paulus is de man van het sola gratia. Hè? Niet door werken, maar door genade, zodat niemand kan roemen. Hello. Dus als in Korinthe er mensen waren die Apollos waren toegedaan, dan was dat toch wel weer een hele andere richting. Kijk, als je Paulus plus Apollos bij elkaar voegt, dan krijg je weer sola's die bij elkaar rijkdom. Komen. Dan heb je rijkdom, dan voelt het elkaar aan. Ja. Maar als je Apollos losneemt, tegen Paulus afzet, als je het tegen elkaar uitspeelt, dan krijg je een ketterij. Ja. Sommigen zeiden ook, ik ben van Kefas, dat is Petrus. Nou, dat zou dus een meer judaïserend evangelie kunnen zijn, maar dan kom ik bij jouw punt. Jij zegt net, ik zeg altijd maar, ik ben van Christus. Mm-hmm. Maar dat kun je op twee manieren zeggen. Je kunt zeggen, ik hoor bij Christus, dus Paulus, Apollos en Kefas en wie dan ook. En alle solas zijn elkaar. Laat die solas nou maar even zitten in dit verband, want die waren er nog niet 1500 jaar lang. Maar laten we zeggen, je zou kunnen zeggen, ik ben van Christus, dat wil zeggen, ik wil al die leraren horen, want ze horen allemaal het evangelie van de Heer Jezus uit te leggen. Ja. Maar je kunt het ook als een partijvorming zeggen. En zo is het hier volgens mij bedoeld. Mm-hmm. Dat mensen zeggen, oh, jij hebt een leraar? Nou, ik heb Christus zelf als leraar. Overtreffende trap. Met andere woorden, je zet je wel af tegen Paulus, tegen Petrus, tegen Apollos. Ja. En jij beroemt je erop dat jij het zuivere evangelie hebt. Mm. En jij hoort alleen maar bij Christus. Je kunt dat dus op twee verschillende manieren gebruiken. Een positieve manier is, het hoort allemaal bij ons. En de negatieve manier is, ik ben het zuivere evangelie, want ik ben alleen maar met Christus bezig. Nou, pas op. Er zijn dus mensen die alleen maar Paulus lezen. Er zijn mensen die een evangelie verkondigen van de werkgerechtigheid en het koninkrijk. En er zijn mensen die een judaïserend evangelie brengen in de trant van Petrus. Tot op de huidige dag.
Dus die horen in zekere zin bij Petrus. En er zijn mensen die claimen, nou, wij zijn zuivere christenen. Wij zijn puur en zuiver, we zijn alleen maar met Christus bezig. En wij accepteren dus al die leraren helemaal niet. Nou, die had je al in de tweede en derde eeuw. De zogenaamde Ebionieten. Ja, die waren alleen maar op de Messias gericht. En die hebben al die leerlingen van Paulus enzovoort helemaal niet gekend. Dan zegt Paulus in vers 13, is Christus gedeeld? Is Christus dan in die verschillende groepen verdeeld? Of is Christus een naam die je moet gebruiken voor al die broeders en zusters, algemeen, inclusief hun verschillen van mening als het niet om de hoofdzaken gaat? Mm-hmm. En dan zegt hij, is Paulus soms voor u gekruisigd? Een hele mooie retorische vraag natuurlijk. Hè? Jij klampt je aan Paulus vast, maar Paulus is dan niet voor jou gekruisigd? Mm-hmm. Of bent u tot de naam van Paulus gedoopt? Je hoort dan niet in de levenssfeer van Paulus thuis. Wij horen allemaal in de levenssfeer van Christus thuis. Nou, maar dat is dus het Bijbelse begrip van scheuring of van heresie. En dat komt in het Engels terecht in het woord heretic. En ik weet eigenlijk niet waar in het Nederlands het woord ketterij vandaan zou komen. Is ook niet belangrijk, want het gaat om de zaak. Hè? Dat woord is niet zo belangrijk. Maar het woord ketter is bij ons dus een heel negatief woord geworden. Iemand verketteren, hè? Is een uitdrukking die we wel eens gebruiken. Dat is iemand neerzetten en bestempelen als iemand die afwijkt van het juiste. Hè? Van de juiste leer of van de juiste praktijk. Ja. Dan zit je iemand te verketteren. Ja. En terwijl je in feite maar een gewoon meningsverschil met iemand hebt, maak je dat, blaas je dat zo op, hè, dat iemand als het ware buiten het christelijk erf komt te staan. Daar moet je er wel heel voorzichtig mee zijn. Nou, is het volgende vind ik wel even interessant, en daar wil ik het eigenlijk bij laten hoor, want het is een eindeloos onderwerp. Een van de eerste keren dat ik iets las over het begrip ketterij was bij Karl Barth. En Karl Barth die zegt in het, in een van de eerste hoofdstukken, zal ik maar zeggen, van de eerste deelband van de kerkelijke dogmatiek, het kiezertje dogmatiek. Misschien zoek ik het even op en dan zet ik het nog in de opname erbij. Dat is ook niet zo belangrijk, maar hij kent twee grote ketterijen. In het eerste geval wordt de kerk boven Christus geplaatst. Dat is dus precies waar Solus Christus voor gewaarschuwd had. En die eerste ketterij die zegt sola ecclesia, alleen door de kerk heen. Dat was nadrukkelijk dus geen sola van de reformatie. Maar het was iets waar de reformatie zich tegen verzette. Alleen in de kerk. Hè, dat was een hele oude spreuk van Augustinus. Hoe ging het ook alweer? Extra ecclesiam nulla salus. Dat is het Latijn voor buiten de kerk is er geen behoudenis. Hm. En de kerk was de behoedster en bewaarster van de Bijbelse traditie. En de kerk had twee tradities toegevertrouwd gekregen, namelijk de schriftelijke traditie en de mondelinge traditie. De kerk die ging er prat op dat zij het zogenaamde depositum fidei had. Dat is als het ware de neerslag van de apostolische traditie die haar mondeling was toevertrouwd. Die dus van persoon op persoon, van bisschop op bisschop werd doorgegeven. En dat gaf de enige juiste richtsnoer voor het uitleggen van de Bijbel. Dus je mocht de Bijbel niet uitleggen zonder het kerkelijk leergezag. Waarom? Omdat het kerkelijk leergezag terugging op de mondelinge traditie van de apostelen. Dat was een ononderbroken traditieketen.
Dat was gewoon een nabootsing van het Jodendom. Maar goed, dat vergt ook weer te ver. Het Jodendom kende dat al. Hè, de Torah die mondeling was en de Torah die geschreven was. Maar de kerk heeft dat ook tot aan de reformatietijd zo gezegd. En Bart zegt, dat houdt dus in dat je de kerk tot middel van het behoud maakt en tot bewaarster van de enige waarheid, in casu dan de bisschoppen en later in de 6e eeuw de paus. Dat vond hij de eerste belangrijke ketterij. En het grappige is dat in die vorm van ketterij zitten ook de oude wederdopers een beetje opgesloten. En dus de latere doopsgezinden in Nederland en de Mennonieten in de rest van de wereld. Want die hadden ook een soort sola ecclesia. He, want je moest, als je op de goede wijze tegenover God wilde staan, moest je dus behoren bij die gemeente zonder vlek of rempel, die de hele Bijbel praktiseerde en die weerloos was, dus geen geweld goed keurde enzovoort. Dat is de eerste ketterij die hij kent. Nou, dan kent hij de tweede ketterij. De tweede grote belangrijke ketterij. Het is wel grappig, want daar kwam hij zelf vandaan. Karl Barth is begonnen als een modernist, als een liberale theoloog. Met alles wat erbij hoorde, de historische kritiek, de twijfel over de historiciteit van de Bijbel, de logening van de maagdelijke geboorte, van de verzoenende strekking van Christus dood, de logening van de opstanding, dat hoorde allemaal bij die liberale theologie. Dat werd dan als een soort sprookje of mythe beschouwd. En dat was dan wel een nuttige mythe, maar niet waar, kon niet waar zijn. Het was allemaal in de taal van toen en in de levensbeschouwing van toen en dat konden we niet meer overnemen zoals het er stond. Nou, dat is bijvoorbeeld bij een tijdgenoot van Karl Barth, Rudolf Bultmann, is dat zo terug te vinden en hij zegt dat is een ketterij. Dat is een ketterij omdat je de heilsdaden van God in de geschiedenis logent. Ja. Omdat je de waarde van de schrift logent. Het is geen sola scriptura meer. Nee. Maar het is ook geen solus Christus meer. Want Christus wordt alleen maar een ver voorbeeld uit het verleden. Ja. Van hoe je goed zou kunnen dat leven enzovoort. Het ergste ketterij is. Nou ja, het is een ketterij die in zekere zin zichzelf opblaast. Want dat heeft men altijd gezegd van tussen de buitenwereld en de kerk zit bij een modernist, bij een vrijzinnige, er zit maar een heel dun wandje. Met andere woorden, ze zitten al achter in de kerk en ze lopen er zo uit. Dus we hebben steeds minder te maken met het verschijnsel van de vrijzinnigheid. Want al die vrijzinnigen van gisteren, dat zijn vandaag humanisten geworden en morgen zijn het atheïsten. Dat zijn ze dan vandaag ook al een beetje, maar snap je wat ik bedoel? Vrijzinnigheid lost zich vanzelf op, want de kinderen van vrijzinnigen gaan sowieso niet meer naar de kerk. En de kleinkinderen weten niet eens meer dat er een kerk bestaan heeft. Dus liberalisme is een hele interessante, het heeft best wel lang bestaan hoor, want je moet ongeveer zeggen van het midden van de 19e eeuw tot nu bestaat die stroming. Ja. Maar de eerste golf van die stroming hield nog vast aan de waarde van de Bijbel en het evangelie en de kerk. De tweede stroming hecht er nog wel waarde aan het evangelie en de kerk. En de derde golf hecht er nog wel waarde aan de kerk. En de vierde golf, die gelooft niks meer en stapt eruit. Weet je? Vrijzinnigheid is wat dat betreft snel verdwenen. Ja. Maar dan zou ik een toevoeging willen maken. Want we hebben in onze tijd nog een derde grote ketterij. Ja. De ketterij van het katholicisme overdrijft zeg maar de rol van de kerk. Het is net alsof ze van de kerk de echtgenoten, de partner van God maken. God de Vader en de kerk. Moederkerk, heet het ook altijd. De Mater Ecclesiae, moeder van de kerk. De verering van Maria als de grote moeder van God hoort daar misschien ook wel bij. Maar de tweede golf, die vrijzinnigheid, die focuste vanaf midden 19e eeuw op de historische Jezus. Hè? De Jezus van de geschiedenis in plaats van de Jezus van de theologie. Je moest wel de inspiratie ontdekken van de historische figuur van Jezus, hè? Opstand tegen het gezag, oproep tot vredelievendheid, opkomen voor de weduwe, de wezen, de vreemdeling, voor de zwakker in de samenleving, zorg voor zieken. Dat mocht je allemaal overnemen, maar niet de persoon en het werk van Jezus. Hè? Brokken van zijn leer uit de bergreden, maar niet zijn persoon en zijn werk. Dus dat kun je zeggen is een overdrijving van
Je kunt niet zeggen van de Zoon van God, dat hebben ze natuurlijk niet gedaan. Maar er zit een soort Jezulogie, geen Christologie, maar een Jezulogie in. Een leren over wie Jezus als historische persoon zou zijn. Dus dan hebben we de katholieke ketterij die de vader overdrijft en van de kerk een soort moeder maakt. Dan heb je het liberalisme of modernisme of de vrijzinnigheid. Dat als het ware de zoon loskoppelt van God de Vader en hem tot de mens Jezus maakt, die misschien in sommige opzichten een voorbeeld is, maar dan heb je een derde vorm. En dat kon Bart helemaal niet zien, want dat was er nauwelijks. Als Bart schrijft in de jaren 50, 60, dan is in de gevestigde kerken geen spoor te bekennen van de charismatische beweging. Dat ontstaat pas in de late jaren van Bart. Dus het ontstaat pas in de 60e, 70e jaren. Want dat noemen ze dan de derde golf in de charismatische geschiedenis. De eerste golf is de Pinksterbeweging, die blijft buiten de kerken. De tweede golf is de Pinksterbeweging die zich meester maakt van de evangelische kerken. En de derde golf, dat is dat de charismatische beweging ook gevestigde kerken binnenstapt. Zoals bijvoorbeeld de Rooms-Katholieke Kerk. Nou, die derde golf heeft Bart nauwelijks meegemaakt. Anders had hij ongetwijfeld gezegd wat ik nu ga zeggen. De charismatische beweging is de derde grote belangrijke ketterij van onze tijd. Begonnen zo rond 1909, 1910, dus later dan het liberalisme. Het is een soort antwoord op het liberalisme. Dat was emotioneel leeg en vooral heel verstandelijk. De charismatische beweging is verstandelijk leeg, maar heel erg emotioneel. En je zou kunnen zeggen dat is de ketterij van de geest. Dan ga je de geest van God losmaken van de Vader en de Zoon. Je maakt die geest tot iets wat als een kracht in het leven hier en nu werken wil. En het rare is dat er tussen die ketterijen altijd van die merkwaardige overeenkomsten zijn. Ik zei net al, de liberalen, de vrijzinnigen, geloofden op een goed moment nog alleen maar in de kerk. Dat verbond ze weer met de Rooms-Katholieken. Die charismatici geloven in het werk van de geest hier en nu. Dat verbindt ze met de Rooms-Katholieken, die altijd over wonderen en over het werk van heiligen hebben gesproken. Dus in deze drie ketterijen verliest de reformatie zijn gezicht. Verliezen de sola's zijn gezicht. Die zuivere prediking van het evangelie, zoals de begin van de 16e eeuw bij Luther en Zwingli en Calvijn en Menno Simon weer zichtbaar is geworden in al hun verscheidenheid, dat wordt in deze drie ketterijen bestreden en ontkend. Hè? Dus alle reden om te zeggen, we hebben te maken met drie grote ketterijen in onze tijd. En we zullen ze alle drie verre van ons moeten houden. Niet geloven dat de kerk de bewaarster is van de ware tradities. Niet geloven dat het uiteindelijk alleen maar neerkomt op inspiratie halen uit een mooi verhaal over een eerste eeuwse Jood. Zoals in de vrijzinnigheid. En zeker niet geloven in het spektakelwerk van de Heilige Geest. Waarin vader en zoon en het verlossingswerk helemaal uit het zicht raken. Dat is wat ik nog zeggen wil over de heresie, over de ketterij. Heel duidelijk, dankjewel. Thank you.
Robert, ik wil het graag hebben met jou over de zola's. En dat naar aanleiding van jouw kerkelijk examen afgelopen week in Brussel. Ja. Ja. Nee, dat was inderdaad een heel leuk onderwerp. Nou ja, ik wil niet over al die sola's praten, maar je weet wat dat zijn. Dat zijn er 5 grote richtingwijzers van de reformatie. We hebben Solus Christus, Christus alleen. Sola Gratia, door genade alleen. Sola Fide, door geloof alleen. Sola Scriptura, alleen de Bijbel, alleen de schrift. En Soli Deo Gloria, alleen voor Gods eer of heerlijkheid. Die 5e is wat omstreden, die komt van Calvijn af. Maar die andere 4 zijn zonder meer uitdrukking van de reformatie. Maar het was wel aardig dat op het kerkelijk examen in Brussel een discussie ontstond. Een van de 3 leden van de examencommissie. Over de vraag of dat sola scriptura nou wel een goed beginsel was. Want dan kom je toch in een soort fundamentalisme terecht. Hè, en dan wordt alleen die Bijbelse tekst erin gehamerd. Dat vond hij dan iets van Jehovah's getuigen, zeg maar. Dat werd door 1 persoon gevraagd. Niet dus allemaal stonden ze daar. De andere 2 heb ik niet over gehoord. Dat weet ik eigenlijk niet. Persoonlijke vraag. Maar daar zat hij dus mee naar aanleiding van het werkstuk dat ik over knokken had gemaakt. Want als ik nog 1 stapje terugzet. Ik wil het niet te lang maken, maar dat is misschien wel aardig om te vertellen. Dat Simon van der Linden in Horebeke op de website van Horebeke geplaatst had, van wij zijn een gemeente die gebonden zijn aan de 5 sola's. En daar staan ze dus alle 5 op. En dat vond ik opvallend, want zijn website verbindt de gemeente Horebeke echt met de grondslagen van de reformatie. En dat deden ze echt niet in Brugge en dat deden ze echt niet in Knokke. Daar was het allebei anders geformuleerd. Maar goed. Hij wilde graag weten, die man uit de kerkelijke examencommissie, wilde graag weten wat ik daar dan over dacht, over die 5 sola's. En hij begon zelf met dat sola scriptura, dat kan dan toch eigenlijk niet. Hè? En dat sola gratia, ja alleen maar genade, maar we moeten toch ook wel wat doen. En hoe zit dat dan? En toen had ik een soort gelukkige inval. Dat is iets wat ik me van, laten we zeggen, van 30 jaar geleden kon herinneren. Daar heb ik toen een keer over nagedacht. 30 jaar geleden. Dat komt zomaar bij je op. En dat is deze gedachte. De 5 sola's kun je niet als aparte principes behandelen. Maar die moet je in hun samenhang zien. En dat houdt bij het sola scriptura in. Waarom alleen de Bijbel? Nou, om te beginnen, geen pauselijk gezag. Wat heel belangrijk is. Ten tweede, alleen maar in de schrift leren we Christus kennen. Dus het ondersteunt solus Christus. En ten derde, het is de schrift die leert dat wij door genade in geloof behouden zijn. Want hoe zou je dat anders moeten weten zonder de schrift? En als er naast de schrift nog andere bronnen komen die de Bijbel gaan tegenspreken, dan is het einde zoek. Dan raak je de sola gratia en de sola fide ook kwijt. Dus ik zei tegen hem, het werkt als een dominee-systeem. Niet een dominee, maar een domino-systeem. En die 5 sola's, dat zijn 5 domino-stenen. Tik er eentje om en de rest valt mee. Dus je hebt ze alle 5 nodig, zelfs maar om te begrijpen wat ze betekenen. En dat was voor mijzelf heel verhelderend. En ik heb gezegd, hij zei, wat hebben we nou aan sola gratia bijvoorbeeld? Hè? Door genade alleen. Ik zeg, nou, ontzettend veel. Juist in een tijd waarin mensen zich afbeulen om bepaalde persoonlijke levensdoelen te bereiken, onder stress staan, hè, werknemers in bedrijven. Er is zo'n ongelooflijk hoge druk die op mensen ligt. En dan zou dat in de kerk ook nog eens een keertje zo zijn voor onze morele levenswandel. Hè, van je moet perfect leven om God welbehagen te verdienen. Ik zeg, sola gratia is wat dat betreft zo'n bevrijdend beginsel. Maar als je het loskoppelt van solus Christus en van soli Deo Gloria, van sola fide en solus scriptura, ja, dan maak je er een soort heel algemeen idee van. Aardse, van alles is genade. Maar toen zei ik, het is heel belangrijk om te beseffen, dat zit in sola gratia samen met die andere 4. Heel belangrijk om te beseffen dat alles wat we zijn, wat we hebben, waarop we mogen hopen,
die is gebaseerd op Gods vrijgevigheid. En dat is adembenemend mooi, want die vrijgevigheid is dus werkzaam. En het is ook buitengewoon bevrijdend, want ik hoef en mag en kan dus helemaal niets daaraan uit eigen kracht bijdragen. Ik mag daarvan genieten, ik mag het ontvangen. Gods vrijgevigheid, die uiteindelijk Christus is, de Christus van de schriften, die alleen maar geloof van mij vraagt en daarmee zichzelf ook als God verheerlijkt. Dan heb ik ze alle vier genoemd. Ja. Alle vier die andere sola's genoemd. Mm-hmm. Op die manier werkt dus dan de sola gratia. Het was toch een heel aardig gesprek op die manier. Want dat gaf mij de kans om een belangrijk theologische zaak onder woorden te brengen. Wat althans de reformatie betreft. Op een hele simpele manier. Het was geen theoloog met wie ik daar in gesprek was. En het was voor mijzelf ook weer dezelfde eye-opener die het 30 jaar geleden was. Kijk je naar de losse beginselen en dan zeg je, nou, is het wel zo? En het is allemaal omstreden, hè? Solus Christus is omstreden. Hoe kan de Heer Jezus nou zeggen, ik ben de weg en de waarheid en het leven? Er zijn toch vele wegen tot God? Hoe zit het met het Jodendom als weg tot God? Oh, ja. Hij claimt de waarheid te zijn. Uh-huh. Maar is er dan alleen maar waarheid te vinden bij hem of in de Bijbel? Is dat niet andere waarheid ook? In onze postmoderne tijd, er zijn toch vele waarheden, snap je? Ja, hoe kan hij nou zo exclusief zijn? Ja, goed, maar zo wordt het wel gezegd. En dan is het dus heel belangrijk dat iemand als Simon van der Linden gewoon het aandurft om op de website van zijn gemeente te plaatsen. Kijk, hier houden we al vast. Solus Christus. En die andere vier, want die horen erbij. Ja. Nou ja, dat was wat ik nog even kwijt wilde. Nou, mooi. Over de sola's. Ja, dank je. De Amerikaanse evangelische beweging, hè, die is sterk beïnvloed door de Puritijnen in Engeland. Ja. Daar hebben wij er wel eens over gehad samen. En ik heb begrepen dat in Europa de traditie van het pietisme uit Duitsland veel zwaarder is. Kun je daar nog wat over vertellen? Ja, zonder nou allerlei details van die geschiedenis te vermelden, want er zijn ook wel overlappingen, hoor. John Wesley op het continent is ook van belang. En Wesley is eigenlijk geen puriteit. Maar goed, even al die zaken daar gelaten. Heel schematisch. Het puritanisme is de overtuiging dat de Bijbelse boodschap zowel voor de kerk als voor de samenleving van kracht is en geldig is. En de Bijbel gaat boven onze ervaring uit. Onze ervaring moet zich richten naar de schrift. En je zou kunnen zeggen, dat is een rode draad in het puritanisme. En als je John Owen leest en al die anderen, dan zie je dat steeds gebeuren. De schrift bepaalt hoe we dingen moeten zien. En ook latere min of meer evangelische, baptistische predikers, althans bij de baptisten is zo'n man dan geliefd, hè? Iemand als Charles Spurgeon, die hoort toch eigenlijk bij die puriteinse traditie. John MacArthur is ondenkbaar zonder wat hij allemaal over het puritanisme van puritijnen geleerd heeft. En puritijnen die heb je dus in de
18e eeuw in Engeland. Hè? Daar komt die traditie vandaan. Dus heel veel schrijvers uit de 18e eeuw. Dus dat is een tweede golf, kun je zeggen, na de Reformatie. Hè? Reformatie is 16e eeuw, en dan een deel 17e eeuw, en dan de tweede helft 17e eeuw. En 18e eeuw komt dan het puritanisme op in Engeland. En dat heeft onder andere geleid tot de Glorious Revolution. Hè? Dat de katholieke koning Jacobus de I wordt verdreven in Engeland. En dat er een democratiseringsgolf komt. Nou, dat is niet altijd heel goed afgelopen. Maar dat heeft wel te maken met die puriteinse overtuiging. Dat ook het nationale leven, de cultuur, de geboden, de voorschriften van de schrift moet volgen. Ja, op het Europese platteland. Nee, platteland. Vasteland. Hoe noem je dat nou? Europese continent, zou ik maar zeggen. Daar zie je in de kerk iets anders gebeuren in diezelfde periode, 18e eeuw, nog tot in de 19e eeuw. En dat heeft de naam pietisme gekregen. En dan hoort dat woord, dus puriteinen, die willen de theologie purify, zuiveren. En de pietisten die willen een nieuwe piety, die willen een nieuwe vroomheid introduceren. Dat is de vroomheid van het gevoel. De Bijbelse waarheid is voor de puriteinen pas volledig als die wordt uitgevoerd, als die in de praktijk zichtbaar wordt. Maar de Bijbelse waarheid is bij pietisten pas aanwezig en volledig als ze wordt gevoeld en ervaren. Dus het pietisme zegt, je moet het ervaren. De puriteinen zeggen, je moet het doen. De pietisten zeggen, je moet die innerlijke bekering meemaken, waardoor je echt merkt dat je innerlijk een ander mens bent geworden. De puriteinen zeggen, je moet gehoorzaam zijn aan Christus die jouw Heer is. Die gehoorzaamheid moet blijken. Nou zijn daar wel rare overlappingen, en die zitten bij John Wesley, ook een 18e eeuw. Want die heeft in Engeland ook een soort reinigingsbeweging van de Anglicaanse kerk willen uitvoeren. En komt dan met een heiligheidsbeweging die overslaat naar het Europese continent. Het methodisme of het Wesleyanisme, dat is ook in Europa beland. Hè. Er is een vereniging van methodistische kerken, preciezer gezegd vanaf, ik geloof 1930, heb je in België bijvoorbeeld de Belgische jaarconferentie van methodistische kerken. En samen met de protestantse kerk in België wordt dat samen met de protestante evangelische kerk van België wordt dat de protestantse kerk van België in 1969. Dat is de eerste grote fusie in feite in België geweest. Dus de methodisten hebben een hele belangrijke rol gespeeld. Maar een bastaardzoon van de heiligheidsbeweging van Wesley, een bastaardzoon van de methodisten, dat zijn de charismatische bewegingen. De heiligheidsbeweging, de Pinksterbeweging, komt uit die methodistische beweging vandaan. Want hoe kun je heiligheid nou beleven? Ja, omdat de Heilige Geest diep op jou inwerkt en allerlei dingen doet. En jou letterlijk heiligt en zuivert. Dus die kerkelijke scheuringen die lopen toch wel in die geschiedenis heel apart door elkaar heen. Je kunt niet altijd dat schema vasthouden. Maar ik vind het schema nuttig om deze reden. Dat je ook in je eigen theologie, je mag afvragen als je de schrift leest, moet ik het nou beleven of moet ik het nou uitleven? En de belevingstraditie is het pietisme en de uitlevingstraditie is het puritanisme. En ik heb collega's, hele goede collega's moet ik zeggen, die als ze bijvoorbeeld het liedboek voor de kerken bekijken, die gewoon kunnen zeggen, kijk, dat is nou een bevindelijk lied. Dat wil zeggen een pietistisch lied. Je hebt bijvoorbeeld adventsliederen, waarin het gaat om de geboorte van Christus in mij. Dat is puur pietistisch. Dat hele kerstgevoel, wat ze in Duitsland hebben en wat we ook in Nederland, zelfs in seculiere vormen hebben, hè, die kerstmissentimentaliteit, is puur pietistisch. En dat het puritanisme teruggrijpt naar Calvijn en zegt, wat gaan we lezen op 25 december? Nou, niet het kerstverhaal, maar Genesis 1. Want dat was toevallig op het rooster, was Genesis 1 aan de beurt. Dat hele kerstidee is daar helemaal niet. Dus je ziet allerlei van die schijnbaar kleine verschillen
Christus die in mijn hart geboren wordt, pietistisch. Christus die de wereld komt verlossen, ja, puriteit. Snap je? Dus dwars door ons dit boek heen zie je dat onderscheid van puritanisme en pietisme. Nou, de vergadering van gelovigen is voor een heel groot deel pietistisch. Omdat ze die invloed van de schrift op de samenleving helemaal niet zien. Je zou ook kunnen zeggen, het is typisch voor het pietisme om de kerk te zien als een groep getrouwen die op zichzelf is teruggeworpen. Veel minder dan in een vrijzinnige beweging heb je niks daaraan. Dan moet je je wel op de buitenwereld richten. De apostolaten voor de armen zorgen, de derde wereld enzovoort. Maar pietisme leidt nogal tot die gesloten kringen van mensen die samen willen beleven wat het evangelie ze te bieden heeft. En daar kwam ook in de loop van de 19e eeuw het begrip op van de ecclesiola. Je had de ecclesia, de grote kerk. Maar daarbinnen had je als het ware groepen waarachtige gelovigen. En die waren de ecclesiola, de kleine kerk. Het kerkje. Het kerkje binnen de grote kerk. Dat wilden ze in feite vormen. Je had allerlei studiegenootschappen, pietistische studiegenootschappen, die probeerden het ware evangelie op die manier te beleven. De Britse en Amerikaanse traditie is veel sterker door dat puritanisme beïnvloed dan door het pietisme. Maar we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. We hebben natuurlijk nu wereldwijd de charismatische beweging. Dus dat pietisme van een bepaald soort, moet ik wel zeggen. Niet alle pietisten zijn natuurlijk charismatici. Maar een bepaald soort van belevingstheologie, pietistische theologie, lijkt wereldwijd nu aan de macht gekomen te zijn. Maar laat ik niet gezegd hebben dat pietisme en charismatische beweging hetzelfde zijn. Nee. Maar ze hebben met elkaar iets gemeenschappelijks. En dat is die nadruk op hoe ervaar ik dat. Nou, dat wordt helemaal versterkt door onze postmoderne tijd, waarin iedereen zijn eigen waarheid heeft. En geen waarheid is die voor de hele samenleving geldt. Met andere woorden, dat puritanisme, dat heeft bijna geen kans van slagen in een postmoderne wereld. Maar het pietisme en haar varianten, waaronder de charismatische beweging, heeft die kans van slagen wel, omdat ja, mensen in staat zijn gebleken met muziek, met bepaalde vormen van toespraken, met persoonsverheerlijking, mensen ervaringen te laten hebben die voor hun leven dan heel erg belangrijk zijn. En dat is wat die charismatische beweging voortdurend doet. Typisch met die postmoderne nadruk op je individuele leven. En mijn genezing, mijn gezondheid, mijn geluksgevoel. Ja, het is ego-gericht. Ja, erg ego-gericht. Nou ja, dat is wat ik heel schematisch er nog over wilde zeggen. Ik ben nadrukkelijk puriteins. Puritein heeft niks te maken met een soort van kuisheidsideaal, hè, of zuiverheidsideaal. Dat is in de volksmond dat is wel een puriteintje of zo. Hè. Ja. Nee, puritanisme is dus echt de beweging waarin de reformatie gezuiverd moet worden van allerlei bijwerkingen. En het pietisme is dus de beweging in het algemeen die de nadruk legt op innerlijk gevoel en ervaring. Ook de reformatorische theologie in Nederland is door dat pietisme sterk bepaald, en dat noemen we dan bevindelijk. Een bevindelijke preek spreekt jou aan op jouw innerlijke ervaring. Nou, er is helemaal niks mis mee, maar dat hoort een beetje aan de kant van het pietistische schema. En als ik in een preek jouw verstand aanspreek en zeg, kijk, dit moet je doen, dan zit ik in dat puriteinse schema. En beide schema's hebben wel waarde, hoor. Ik wil niet zeggen dat het ketterijen zijn. Maar als je ze overdrijft, dan loopt het mis. Als je alleen maar zegt, het gaat om de samenleving, dan kom je weer in vrijzinnig vaarwater terecht. Als je alleen maar zegt, het gaat om de innerlijke ervaring, dan kom je in charismatisch vaarwater terecht. Dus je moet heel voorzichtig. Beide stromingen hebben elk wel hun waarde en betekenis. Maar ik ben puritein, ik kan er niks aan doen. Ik leg grote nadruk op de waarheid van de Bijbel en de waarheid van het evangelie. Tussen haakjes, dat brengt mij op een ander onderwerp. Dat we misschien, leef je uit, zou zullen we dat nou, gaan we daar straks over hebben. Want plotseling moet ik denken aan 2 Korinthe 4, vers 4.
Nou, eventjes dat uitvloeisel van ons vorige onderwerp over Puritijnen en Pietisten. Zou je willen lezen voor mij 2 Korinthe 4, vers 3 en 4? Wij wandelen niet in bedrog en vervalsen ook niet het woord van God. Maar door het openbaar maken van de waarheid bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten in de tegenwoordigheid van God. Maar in het geval dat ons evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Ja. Heb je zelf nog een stukje van vers 2 erbij gelezen. Ja, het is een wonderschone passage, 2 Korinthe 4. Het gaat rechtstreeks over de bediening van Paulus en zijn prediking. Maar er is zoveel af te leiden over de evangelieprediking op zichzelf. Maar kijk, in vers 4 dus, in wie de God van deze eeuw, dit is Telos vertaling, in wie de God van deze eeuw de gedachte van de ongelovige of deze ongelovige verblind heeft. De gedachten van de ongelovige zijn verblind. Wat houdt dat dus in? Dat ze niets kunnen zien. Want als je te veel licht hebt gekregen, dan kunnen je ogen niks meer waarnemen. Dus als zij kijken naar de lichtglans van het evangelie, is het niet dat ze duisternis zien, ontbreken van licht, nee, hun ogen zijn zo kwetsbaar, dat het licht is zo groot, want het contrast tussen hun leven en wat ze dan zien is zo groot, dat het ze alleen maar verblindt. Mm-hmm. Dus als er staat, het is een prachtig beeld, de God van deze eeuw, nou wie is dat? Dat is de duivel, hij is degene die deze eeuw, deze wereldtijd, deze wereld in zijn greep heeft, die heeft de gedachte van deze ongelovige verblind, omdat hij als ware de volle kracht van het evangelie zo hard in hun gedachten schijnt, dat ze er blind van worden. Dus hij maakt gebruik van het evangelie om die ongelovigen te verblinden. Hij kan ze niet verblinden met zijn duisternis. Mm. Hij kan ze alleen maar verblinden met het licht wat hij dus misbruikt, zeg maar, om ze blind te maken. En waarom doet hij dat? Waarom moeten die gedachten verblind zijn? Trouwens, je zou denken dat hij zegt, je ogen worden verblind. Maar hij zegt, de gedachten worden blind. Ja. Kijk, mensen hebben allerlei gedachten. Ja. En die gedachten zijn ofwel in staat om iets op te vangen van goddelijke waarheid. Mm-hmm. Of die gedachten zijn de murmureringen, de fluistertonen van de duisternis. Ja. Dus het beeld wat hierachter zit, dat als jij een gedachte hebt, je denkt nou over God en over jezelf en over je leven, dan kan dat openstaan voor Gods licht. Of het kan zich daarvan afsluiten. En die gedachten zijn dus verblind. En waarom doet hij dat? Paulus zegt, opdat de lichtglans
van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. De kern dus van wat ze missen, wat ze niet zien, wat de duivel ze wil verhinderen dat ze zien, dat is de lichtglans van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is. Vier termen. Er komt dus licht uit dat evangelie. Waarom? Omdat dat evangelie is vol van de eer en de waardigheid van de persoon van de Heer Jezus, de heerlijkheid van Christus, die niets minder is dan beeld van God. Hij is als het ware een kopie van God zelf. Hij is een volledige representatie van wie God is. Het is God die niet hetzelfde is als hij. Want in het begin was het woord, en dat woord was bij God. Dus er is een onderscheid. Maar het is een onderscheid in eenheid. En het woord was God. Hij is het beeld van God. Maar hij is in dat beeld zijn, desalniettemin, toch God zelf. Nou, om te voorkomen dat dat licht zou bestralen. Kijk, als Christus zijn licht laat stralen over ons, dan raken we niet verblind. Dan wijkt alleen maar de duisternis. Maar als de Satan, zeg maar, dat licht gebruikt tegenover ongelovigen, dan raken ze verblind. Hij doet er dus iets anders mee. Hè? Met diezelfde waarheid, met datzelfde licht, doet hij iets anders. Ja. En laat ze er als het ware rechtstreeks inkijken, maar dat verblindt. Terwijl je in dat licht, in het licht van het evangelie, jezelf en God moet leren zien. Dat is een groot verschil. Nou, prachtig, dat hele gedeelte. Ik zou er uitgebreid over willen praten. Dat hebben we ook, geloof ik, wel eens gedaan. Je begon met te zeggen, we wandelen niet in sluwheid, we vervalsen het woord van God niet, we openbaren de waarheid. Dat is dus dat licht laten zien, dat licht laten schijnen, om te kijken of je het geweten van een mens kunt raken. In ieder geval, jezelf aan dat geweten kunt aanbevelen. Dat wil zeggen dat mensen begrijpen dat jij oprecht de waarheid probeert uit te drukken. Nou, even terug naar die puriteinen en pietisten en charismatici enzovoort. Je kunt hebben dat één bepaalde waarheid zo overdreven wordt dat die onwaarheid wordt. Het is waar dat de geest wonderen doet. Maak ervan dat hij dat gaat doen. Als jij op het podium staat aanstaande zaterdag om 19:30 s'avonds, en dat hij dan volgens jouw bediening van genezing mensen gaat genezen, heb je het misbruikt. Maar het is waar dat de geest wonderen doet. Maar waarom zou de geest dat niet in stilte doen? Dat is geen licht dat verblindt. Dat is geen spektakel dat ons opwint. Dat is geen massahysterie. Ja. De geest doet heel veel dingen in het verborgene. Ja. Iedereen die geneest, ook al heeft een arts daar de hand in, wordt door God genezen. Ga ervan maken dat er een bediening van genezing is, waardoor mensen met psychosomatische kwalen op jouw bijeenkomst, na jouw gebed, gaan genezen. Dan overdrijf je het weer. Dan claim je het voor jezelf. Je maakt het los van de rest. Dat is niet het openbaren van de waarheid. Dat is wandelen in sluwheid. Dat is het woord van God vervalsen. Het is nog wel woord van God. Mm-hmm. Er is die beroemde uitspraak die ik vaak geciteerd heb van Walfried Giltjes. Als hij dan zegt, Christus is gekomen om te dragen, zodat het nu is weggenomen. Dat stuk is helemaal correct. Maar dan hoor je, Christus is gekomen om onze ziekten te dragen. Omdat er staat, door zijn striemen is ons genezing geworden. Jesaja 53. Uit zijn verband gerukt, apart gezet, tot hoofdzaak van het evangelie gemaakt. En plotseling is het vals. Dat klinkt als een waarheid. Klinkt als een citaat uit de schrift die de waarheid is. Maar door het zo te gebruiken, is het vervalst en is het uiteindelijk gewoon onwaarheid geworden. Ja, en dat doet hij in sluwheid. Ja. Dus we hebben verworpen de verborgen dingen van de schande, want we wandelen niet in sluwheid of vervalsen het woord van God niet, maar we openbaren de waarheid. Openbaren van de waarheid is dat je de schrift uitlegt. Ja, dat is expositorisch spreken. Ja. Dat is laten zien wat God zegt. Ja. En niet met wat God zegt allerlei dingen. De Satan doet dat dus. De Satan pakt Gods licht en verblindt mensen. Ja. En de charismatici, die nemen een brok van Gods waarheid en die houden dat aan mensen voor, zodat ze dat achterna en vergroten het uit. Hè? Vergroten het uit, maken het eenzijdig, ja. Doen het in sluwheid en vervalsen het. En dan is zelfs de diepste en mooiste waarheid van het evangelie, ja, uiteindelijk een leugen. Maar ja, dat sluwheid, dat valt nog te bezien. Hè? Ze zijn in ieder geval, ze hebben geen verlichting, hè? Dus wat je net allemaal uitgelegd hebt, hè?
Licht uit het duizend schijnen is ook degene die in onze harten geschenen heeft. Dat verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God. Ja. Die missen ze. Ik zou het nou niet precies sluw dat ze het expres doen. Daarvoor zou ik ze nou niet willen betichten. Maar ze hebben in ieder geval niet de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Het is al sluw als je bij jezelf overweegt. Hoe kan ik voor deze mensen de diepste indruk achterlaten? Hoe kan ik deze mensen het meest enthousiast maken? Dat is niet eens onoprecht, maar het is een verkeerd doel. Ja, zeker. En dat is al sluwheid. Okay. Sluwheid wil zeggen berekenend omgaan met Gods woord. Met de tekst, ja. Wat moet ik deze mensen zeggen? Wat kunnen ze aan? Nou, ik zal dat maar niet zeggen, want het staat wel in de tekst, maar dat kunnen ze niet aan. En ik zal dat maar een beetje anders formuleren. Past niet bij mijn verhaal. Dat hoor je ze heel vaak zeggen, dat ze dan komen met een boodschap. Dat vind ik fantastisch gezegd, want dat is precies wat ze doen en dat is precies wat ze fout doen. Als ze komen met hun boodschap op die ochtend of wat dan ook, komen ze dus met hun eigen interpretatie. Was het maar interpretatie. Oh. Ze komen met hun eigen verhaal. Fouten even. En daar speelt die Bijbel een soort van rol in. Dat kan geciteerd worden, ze kunnen er stukjes van uitleggen. Maar de belangrijke reformatorische traditie is dat God het ons moet zeggen. Dat God het ons zegt in de schrift alleen. Niet in getuigenissen en ervaringen. Niet in de auto. Niet in nieuwe openbaringen van de geest. Niet in verhaaltjes over God die naast hem zit op de passagiersstoel en hem nog even bemoedigend toespreekt. Al die zaken zijn taboe op het moment dat jij het woord van God moet verkondigen. Het woord van God moet verkondigd worden. Zuiver als het woord van God. Als er berekening bij zit in de trant van: zij moeten mij aardig vinden. Zij moeten mij betrouwbaar vinden. Zij moeten van mij onder de indruk komen. Zelfs als het maar is, ik moet ervoor zorgen dat zij onder de indruk komen van Gods woord. Nee, dat is jouw taak niet. Wat er gebeurt met het woord dat verkondigd wordt in de harten van de mensen, is louter en alleen een aangelegenheid van Gods geest. De geest doet dat. De geest is de grote vertaler en toepasser. Maar als jij als het ware erop gespitst bent om een ander een bepaalde stemming te geven, enthousiast te maken, dan is dat sluwheid. Het is berekenend. Het is met het oog op het effect dat je dan bepaalde dingen zegt. Paulus zegt hier: wij bevelen ons aan bij elk menselijk geweten. Dus elk mens die nadenkt over wat ik hier hoor, is dat nou authentiek? Is dat echt? Heb ik daar wat aan? De enige aanbeveling die ze mogen ontvangen en ze zullen ontvangen, dat is: hier staan mensen die de waarheid openbaren. Punt uit. Ze komen niet met een boodschap, ze hebben geen eigen agenda, ze verkopen geen boekjes van zichzelf. Ze komen me niet iets aanpraten waar ik later mee bezig moet zijn. Ze proberen me niet over te halen. Ze proberen me niet een bepaalde stemming te brengen. Ze manipuleren mijn emoties niet. Dat is een echte aanbeveling voor een menselijk geweten. Maar in een postmoderne tijd wil je overdonderd raken. Wil je spektakel, wil je onder de indruk komen. En dat is een drug, want je wilt het elke keer opnieuw. En je wilt elke week zoiets, het liefst elke dag zoiets. En je wilt er lang op kunnen teren. Want de postmoderne mens heeft niks anders dan dat. Die heeft alleen maar sterke belevingen. Op het moment dat postmoderne mensen opstaan uit hun bed, willen ze prikkels hebben, stimulansen hebben. Want wee je gebeente als het stil wordt, dan moet je gaan nadenken. Wee je gebeente als het stil wordt in zo'n spektakelshow. Dan hoor je misschien je eigen hart tegen God iets zeggen. Nee, dat moet niet. Dat moet helemaal worden weggedrukt door een bandje, hè, met een type muziek dus, wat niet uitnodigt om in mee te gaan, maar wat jou overdondert, hè, vooral als er slagwerk bij zit, dat moet jou overdonderen. Dat moet jou zoveel prikkels geven, dat iets in jouw innerlijk, jouw menselijk geweten, zoals het hier staat, niet meer opereert. Je moet verblind worden, hè, door wat je daar ziet. Je moet helemaal onder de indruk komen en niets meer kunnen onderscheiden. Nou, dat is verblinding. En dat is in zekere zin wat in al die ketterijen gebeurt. Maar hier zie je dus wat de Satan doet. Want wat zou moeten gebeuren, wordt daardoor verhinderd. Namelijk de lichtglans van het evangelie, van de heerlijkheid van Christus. Ga maar naar waar wordt Christus groot gemaakt. Waar wordt zijn eer, zijn lof, zijn kracht, zijn majesteit bezongen. Waar staat die centraal? Ja, niet in zo'n charismatische bijeenkomst.
En niet in een rooms-katholieke mis over het algemeen. En zeker niet in een vrijzinnige humanistische prediking. Zoek dus naar een gemeente of naar een prediking waarin Christus centraal staat. Dat is gewoon de les van 2 Korinthe 4. Dat is de enige maatstaf en het enige kenmerk van ware predikingen, ja, van een ware evangelie, als Christus centraal staat. En dat geldt dus ook voor heel veel pietistische predikingen en reformatorische kerken, of voor heel veel puriteinse predikingen elders. Als men dat mist, is de levensader doorgesneden. Dan kan de Heilige Geest eigenlijk met ons helemaal niks doen. Ja, want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer. En dat doen ze dus, ja, vooral niet. Hè. Dus laat elke prediking van Gods woord een prediking zijn van Christus Jezus als Heer. Ja. En laat altijd na om een deel van jouw boodschap te laten gaan over jezelf. En het eerste wat je ziet als je die charismatici bezig ziet, ze worden geïntroduceerd, worden grapjes gemaakt over hoe vaak ze komen. Ik heb nu wel een serieuze boodschap, misschien vind je me straks niet meer aardig. Het is vanaf begin af aan heel erg persoonlijkheid betrokken. Het gaat om mij. Ik ben hier al vaker geweest. Ik heb dat, et cetera. Meteen de persoon centraal. En dan moet er wat gezegd worden, een getuigenis worden gegeven. Ik heb gehoord, Martin Koornstra is een preek ooit begonnen met een uitleg over hoe goed ze het financieel hadden in zijn stichting, hoe God ze gezegend had. Dat is alleen maar bedoeld om zijn gezag dan te vestigen en de zuiverheid van zijn bediening te benadrukken. Het heeft niets met de eer van Christus te maken. Absoluut. Weet je, ik begrijp langzamerhand echt niet meer dat mensen erin kunnen tuinen, want het is zo ontzettend duidelijk, ja, dat wat zij doen onbijbels is. Ze zijn verblind, dus ze zien het niet. Ja, nou ja, oké. Dan houdt het op, hè? Dan houdt het inderdaad op. Maar vreselijke waarheid. Maar vreselijke waarheid. Daarom zijn... Want wat zegt hij? Als dan ons evangelie bedekt is, is het bedekt in hen die verloren gaan. Dat, ja, is ernstig om eens, ja, over na te denken. Ja. Ja. Het is bedekt, het is verblind. Ja, dat zijn de predikers die dat allemaal aanrichten, hè? Kijk, en de mensen die zelf niet nadenken, of die zelf niet verblind worden daardoor, of die merken het niet meer, die vinden, ja, dat prachtig, maar het zijn die predikers, dat is het ergste. Dat is het ergste. Maar het is dus niet erg om een pietistische preek aan te horen, hoewel die misschien wat eenzijdig is. Het is ook helemaal niet erg, vind ik zelfs bijzonder goed, om een puriteinse preek aan te horen. Maar de uitwassen van die beide richtingen, hè, dus als het om ervaring alleen gaat, of het gaat alleen maar om het sociale evangelie, die uitwassen liggen buiten de perfectie van Christus. Ja. En daar zou je heel kritisch en heel nauwkeurig over moeten nadenken. En als je alleen maar gewend bent om prikkels te ontvangen en kunstmatig enthousiast voor iets te worden, ja, dan kun je dat gewoon niet zien, dan raak je verblind. Nou, dat was het dan voor deze week. Een heel scala van onderwerpen. Is er één onderwerp wat voor jou er helemaal uit stak? Nou, wat ik wel erg interessant vond, was in ieder geval de
ketterij. Oh ja, het ketterijonderwerp. Ja. Ja, het woord ketterij, wat dat betekent. Dat is ook wel een heel ernstig onderwerp natuurlijk. Hè? Ja. Dan claim je ook wel wat. Hè? Je claimt de eigen toch te zeggen van... Kijk, een heel negatief woord. Hè? Ja, maar het gaat erom dat je die Bijbelse waarheid naar voren brengt. Ja, en zegt, ik ben in staat om dat onderscheid te maken tussen wat wel Bijbels is en wat niet Bijbels is. Maar dat is toch een waagstuk dat je moet wagen, denk ik. Hè? Je kunt je eigen verstand ook niet zomaar negeren als het tot zo'n oordeel leidt. Wat vond je van die sola's? Ja, prachtig. Ik heb natuurlijk al, we hebben vaker over de sola's gehad. We hebben het ook wel eens. Maar deze samenhang zo met elkaar en deze uitleg is toch wel weer verfrissend. Het is toch wel leuk als je de kerkelijk examen doet in Brussel, dat dan weer stof voor Koinonia Live oplevert. Hè? Ja. Ik zal er dan nog een briefje over schrijven. Mm-hmm. In volle dankbaarheid. Ja, nou, de grote scala aan onderwerpen die wel onze eigen belangstelling en... Ja, we hebben nog meer op het lijstje staan. Ook, maar ja, we gaan nu toch maar echt stoppen. Hè, het gevestigde kerk tegenover de vrije kerk. Daar willen we het nog over gaan hebben volgende keer. En we willen het ook nog hebben over de eindtijd. Tegenwoordig is er veel opwinding over de eindtijd. Vaak in verband met president Trump en de uitbraak van het coronavirus. Daar willen we het dan volgende week waarschijnlijk over gaan hebben. Ik denk dat allemaal wel heel erg meevalt. Maar laten we dat dan volgende week met elkaar bespreken. Ja. Ja. Oké. Nou, dan zeg ik dank u wel voor het luisteren voor deze keer. En graag tot volgende week. Tot volgende week.